Het ministerie van Binnenlandse Zaken organiseert samen met het Planbureau Suriname een driedaagse workshop over bevolkingsanalyse en het beleid daarop. De workshop wordt ook mede ondersteund door de United Nations Fund for Population Activities, UNFPA. Judith Briele, vertegenwoordiger van de UNFPA, zegt dat er data is verzameld door verschillende regionale en internationale organisaties. De belangrijkste zaken bij het vergelijken van de data zijn fertility of vruchtbaarheid, mortality of sterftecijfer en vooral in onze regio migration of verhuizing, legt Briele verder uit. Hier heeft het dus over 1950-2015. Dat is data wat gemeten is en dan heb je een projectie en dat is voor de wereld. U ziet dat er een grijs gebied is, dat is maximum en low en medium is aangegeven. Dat wil niet zeggen dat als er geen, kijkende naar dat van de regio's, dat er geen verschillen zijn. Als je gaat kijken naar de regionale verschillen, dan zul je merken dat eigenlijk alleen Afrika nog in de groeiende lijn zit. Maar bij de alle anderen zal je merken dat het toch eigenlijk bereikt is en dat je een downward trend ziet. En dat komt vooral omdat de fertility rate in de meeste landen is afgenomen op de verschillende continenten. Dat wil niet zeggen dat het vanuit de regio naar de landen identiek is. Alphonse MacDonald, consultant van de UNFPA, heeft het gehad over de bevolkingsgroei en ontwikkeling op internationale en Latijns-Amerikaanse gebied. Als je het over demografie hebt, moet je nooit luisteren naar wat er gezegd wordt, zegt MacDonald. Volgens hem moet er gekeken worden naar de data die vertelt wat er is gebeurd. En dat is een van de problemen die wij dus hebben als deskundige planners. Dat men pretendeert dat sommige dingen automatisch zijn die niet automatisch zijn. Er zijn bepaalde condities die vervuld moeten worden en die maakt het land dat die de natuur maakt dat niet. En dan moet je goed opletten. Dus we gaan even heel vlug in het verleden en doorgaan. Hè? Even om even een timescale te geven. Hoe passen we in de tijdschaal van de wereld? Het universum bestaat 13, 14 miljard jaar. De aarde bestaat maar 4,5 miljard. En we hebben leven op aarde 3,7 miljoen jaar geleden. En onze voorouders, de aapjes, hè, zoals ze vroeger zeiden, die kwamen dus 5 miljoen jaar geleden op de wereld. Alphonse MacDonald, consultant van de UNFPA. Hij sprak vanmorgen tijdens de driedaagse workshop, georganiseerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken in samenwerking met het Planbureau Suriname en de UNFPA. De workshop wordt gehouden in de bankethal van Hotel Torarica en wordt morgen afgesloten.